Welkom terug. Het Eredivisie-seizoen 2015-2016 staat dan echt op het punt van beginnen. De spelers van Rode JC en Heracles staan al klaar. Ze zingen hier uit volle borst mee. Alex, wat kunnen we verwachten zo van die wedstrijd? Nou, kijken naar beide opstellingen, dan denk ik dat bij Heracles de twee backs, Flederis en Drosten, heel vaak de bal zullen krijgen. Dat Roda gaat afwachten. En het ligt aan met name de spitsen en de spelverdelers van Heracles of samen echt goed aan voetballen toekomen. Ik verwacht wel dat Heracles gaat winnen. Overtuigend, zeg je dat? Ik heb Heracles in de slotfase van de competitie uit bij NAC gezien. Dat was een wedstrijd die er echt om ging. Ze hadden hun zaken toen uitstekend voor elkaar. En ik heb Heracles een klein beetje gevolgd in de voorbereiding. En ik verwacht dat ze dat ook nu vanavond willen laten zien. We gaan lekker kijken. Rode JC tegen Heracles met het commentaar van Mark van Rijswijk. Heel veel plezier. Een warm applaus. We are back. Het heeft uiteindelijk slechts een jaar geduurd. En ze mogen weer een Eredivisie seizoen spelen. Het leek zo lang te gaan duren. Het leek zo mis te gaan voor Roda vorig seizoen in de Jupiler League. Maar uiteindelijk redden ze het via de promotiedegradatie play-offs. Seizoen 42 in de Eredivisie is een feit. Dat brengt ook een nieuwe mascotte met zich mee. Ik hoop hem één keer te noemen dit seizoen. Voor de rest niet te veel. Maar dat is Koppeltje. Die vervangt Lucky. Een van de wijzigingen, zou ik maar zeggen. Dit seizoen bij Rode JC. En verder zijn er zowel bij Roda als bij Heracles niet zoveel wijzigingen. Hij, een van de meest opvallende. Daar. De Heracles supporters, 11e seizoen op rij voor Heracles in de Eredivisie. Dat is een knappe prestatie. En een vernieuwd stadion. Meneer is staan voor van Heracles overal. Oud-Roda natuurlijk. En onder het deel ziet u opstellingen nog even voorbij komen. De twee aanvoerders kennen elkaar goed. En een van de spelers die er ook in de vorige Eredivisie seizoenen bij was. Dijkhuizen. En bij scheidsrechter Jansen. Twee oud-ploeggenoten van FC Groningen. Scheidsrechter Jansen, want die fluit woensdag ook nog Groningen-Twente, terwijl u onder een beeldopstelling van Heracles ziet. Het is niet uniek, zo vertelde Jansen me. Het is wel vaker voorgekomen, maar het is natuurlijk zeer zeldzaam dat een scheidsrechter twee wedstrijden fluit in dezelfde speelronde in de Eredivisie. Het is geen unicum, maar wel heel apart. Hij heeft drukke tijden, veel blessures, nodige scheidsrechters die naar Zwitserland moeten in verband met de UEFA-verplichtingen. En daar de elf die het vanaf de eerste minuut moeten gaan doen voor Roda JC. Met Jansen in de spits. Hij voorin, samen met Jesse.